Het hoofdstembureau van Paramaribo, het kiesdistrict 1, heeft vanmorgen de loting gehouden voor de volgorde waarop politieke partijen komen te staan op de kiezerslijst. Die volgorde is bekendgemaakt op de openbare zitting die is gehouden op het commissariaat van Paramaribo Noordoost. De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, wenste de partijen succes toe bij de loting. Waarbij u de politieke partijen onderling de plek gaat bepalen waar de politieke partij, de lijst van uw partij, komt te staan op het stembiljet dat gebruikt wordt voor Paramaribo. Ik wens u bij deze heel veel geluk en hoop voor u dat u het nummer dat u graag zou willen hebben, toch, kan krijgen. Alleen kan niet iedereen 1 hebben, niet iedereen kan 7 hebben, niet iedereen kan 13 hebben en niet iedereen kan 17 hebben. Dus we hopen het voor u dat u de gelukkige bent. Al met al, we gaan straks de richting 25 mee. Er zijn enkele dingen die wij ook hebben op ons pad. Dat is ook dat van de COVID-19 situatie. Houdt u daar rekening mee. En van mijn kant doe ik een verzoek aan u, als u ook met uw achterban terug kan communiceren om dat gedeelte de regels achterhouden richting de verkiezingen. De vertegenwoordigers van de politieke partijen hebben een naam getrokken van een andere politieke partij. Die partij mocht dan een nummer trekken uit de bol voor de plekken 1 tot en met 17. Er was geen vertegenwoordiger van Stree aanwezig. Districtsecretaris Conrad Acton heeft het lot voor Stree getrokken. Vertegenwoordiger van Doel. Kunt u de koker voor ons in die blauwe man zetten, die koker? En dan mag u uw lot brengen naar dit Acton. De vertegenwoordiger van A20 heeft vertrokken. PL. Nummer 3. Dus politieke partij PL is nummer 3 op je stembiljet. En de PHP is getrokken. Nummer 12. SDU heeft getrokken, politieke organisatie DA91. Dank u wel. Mag ik dan een vertegenwoordiger van DA91 naar voren roepen? Ja, 91 is nummer 7. Stree. Stree, nummer 1. Dat was een fragment van de loting die vanmorgen is gehouden op het commissariaat van Paramaribo Noordoost. In Paramaribo staat Stree als nummer 1 op het stembiljet en de nieuwe wint op plek 17. In alle districten zal er zo een loting worden gehouden.